De jaarlijkse kerstpottenactie van het Leger des Heils Suriname is vandaag van start gegaan. Het streefbedrag om de minst bedeelden te helpen is 350.000 SRD. Met dit bedrag wil het Leger des Heils 1500 voedselpakketten verstrekken. Sabrina Williams, de nieuwe districtsofficier van het Leger des Heils in Suriname, zegt dat de kerkorganisatie wederom de hulp nodig heeft van de gemeenschap om de 1500 hulpbehoevenden te kunnen helpen. Zij zegt dat het Leger des Heils brieven heeft gestuurd naar de verschillende bedrijven en instanties voor een donatie. So far receive donations from Self Reliance, and that is 5000 SRD. 10,000 SRD. It was only yesterday I went into my bank account and I realized that Quality gave 15,000 SRD. And I know that there are other persons who are going to come on board as time goes on. They're going to come and give their donation. But this morning we have some special people. I mean, all of us, we are special. But we have special people in our midst today who are going to be making presentation as well. And I don't want to make any mistake in calling person's name wrong. Volgens districtscommissaris van Paramaribo Noordoost, Ricardo Bola, heeft het Leger des Heils altijd klaargestaan voor mensen in nood. De burgervader hoopt van harte dat de organisatie zich zal blijven inzetten voor de minder bedeelden van Suriname. Alle donoren roep ik op vandaag. In geheel Suriname, van Marowijne tot Nikeri, van Paramaribo tot Sipaliwini, al is het 1 SRD. U kunt het zeker wel missen. Geef, en zoals God zegt, u zult meer en meer gaan ontvangen. En ik weet het persoonlijk. Namitori, dit is mijn levensverhaal dat ik vandaag hier vertel aan u. Ik ga vandaag ook doneren, inderdaad. Eerst op persoonlijke titel. Er is geld in mijn portemonnee. Ik weet niet hoeveel het is, maar ik pak die hele hap eruit. Kijk, ik pak die hele hap eruit. Ik heb het niet verteld. En ik breng het naar de kerstpot. Dat is op persoonlijke titel. Niet als deze. Er is geen gemeenschapsgeld, die is naar mijn money. Oké, alsjeblieft. Ja, voor onze kerstspottenactie. Ik hoop dat velen mijn voorbeeld zullen volgen. Naast zijn persoonlijke donatie heeft het commissariaat ook 5000 SRD gedoneerd. Als ook Ruben Oliveira, die heeft een bedrag van 15.000 SRD gedoneerd. Ook de andere aanwezigen, waaronder leden van de Rotary, hebben gedoneerd in de kerstpotten. De registratie voor een pakket begint op 19 december en op 22 december worden de pakketten overhandigd aan de minder bedeelden.